Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de komende periode blijft het overwegend droog, met name het kustgebied kan nog steeds wat neveligheid ervaren, hoewel er een geleidelijke afname wordt verwacht. Tegen het einde van de nacht kan er mogelijk wat nevel ontstaan in enkele bosrijke gebieden. Morgenmiddag is er een geringe mogelijkheid op een lichte bui. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig zal zijn met mogelijke windstoten.